Even snel stiekem zwemkamer kijken. Ik ben 16. Oh, ben je nu al 16? Dat gaat snel. Kijk even wat mijn vriend mooie koffies kan maken. Lam lendig ben ik. Mijn lieve lam. Vette schoenen, man. Staan je goed? Die kerstjongen, die hakt erin. Hey, hallo. Super leuk dat jullie weer kijken. Het is vandaag woensdag, lockdown dag 3. Ja! En we gaan eens even de kinderen weer uitdaten. Oeh. Wat gaan we doen? Wandelen. Ja, waar naartoe? Naar het Vesting Hotel. Om lekker kaasstengels en bitterballen te halen. En warme chocolademelk. Goeie combi wel. Heb jij ook zin in Fik? En mogen we dan ook even in de speeltuin spelen natuurlijk? Tuurlijk. Mama. En oma gaat weer gezellig mee. We gaan weer in de speeltuin spelen. Lang leven, oma. Lekker! Ah. Net op tijd. We hebben het. Kijk eens. Oh, lekker zeg. Maar wij gaan nog even spelen. Nee. Goed, man? Ja. Dan gaan we even spelen. Ik kan het even afkoelen. Lekker! Ah. Woe! Lukt niet. Is bevroren. Laat mij maar. Yay! Zie het. Nee, maar dat kun je wel op iets anders spelen. Mama, ik wil dat doen. Mag zo, lieverd. Kijk nou, gezellige lichtjes in de neus. Zal ik hem loslaten? Nee. Moet je hem vasthouden? Ja. Ik hou je vast. Laat ik je los. Nee, dan voel je. Kan je een mooie outfit laten zien? Ja, ja, dat is mijn jurk. Oh, wacht, zal ik hem even opzetten? Ja. Dit is mijn jurk. Wauw, mooi schat. En dit is mijn make-up. Oh ja, je was in de fysiologie geweest. Ja. Bij mijn moeder. Mijn moeder. Mijn moeder. Nou, dit is onze kerst 2021. Oké, jongens, tweede kerstdag, derde kerstdiner, allerlaatste van vandaag. We hebben het hele huis omgebouwd. Ik ga het even laten zien. We hebben even voor het diner de tafel in de woonkamer gezet, dus nu staat deze stoel even hier. En jullie zijn hier lekker twister aan het spelen. Wie gaat er winnen? Ik. Jij? Ja, ik heb gewonnen. Wat zien jullie er mooi uit, jongens? Helemaal kerstig. Ja, mijn lippen moeten even spelen. Oh ja, wij zijn helemaal in de make-up geweest. En hier is de tafel gedekt. Zin in. Wie hebben we daar? Wat ben je aan het oude schaatsen? Even snel stiekem zwemkamer kijken. Is zwemkamer vandaag? Oké, blouse van Sena. Hele coole oorbellen van mijn zusje geleend. En mijn broek is van Another Stories. Alleen je ziet het bijna niet. Wat zijn jullie aan het maken, jongens? Ik heb een worstje helemaal ingepakt. Goed zo, jongen. Mooi. Klein slak zakje. Lekker. De snackjes voor de kindjes. Toch? Ja. Lekker hoor. En we hebben toch even de tafel omgedraaid, want dan kunnen we er wat beter langs lopen. En de helft van de tafel moet nog gedekt worden, maar alles zit nog in de vaatwasser. Lekker op tijd, snot. Lekker spelletje. Het zit erop. Kerst is klaar. Oké, bijna dan. Kijk nou even. Het feestje is vertrokken, maar wij moeten natuurlijk alles nog opruimen. Dit is de schade. En nu nog deze twee draken naar bed krijgen. Vonden jullie het leuk, jongens? Hé, hey, Zoe en Fik? Gewoon geen reactie. Oké. Doei. Hi. Goedemorgen jongens, het is vandaag dinsdag en we hebben kerst achter de rug. Kinderen zijn nog een beetje moody ervan, een beetje overprikkeld, je kent het wel. Hele dag regen voorspeld, yes. Dus we gaan zo even naar de supermarkt lopen op een droog moment.
En dan gaan we een appeltaart bakken. Iets beters kon ik ook niet bedenken. Verder heb je natuurlijk geen reet te doen in dit lockdown leven. Mam, filmpjes kijken. Ja, ze willen de hele dag filmpjes kijken. Maar als ik ergens agressief van word, is dat het. Want ze worden daar zo vervelend van. Mama, dit filmpje moet ik kijken. Oh my god, oké. Mag ik wel filmpjes kijken? Ik zeg maar. Mijn muts is van Another Stories. Deze is van Poppy the Label. Echt love it. Zo leuk. Zo zacht ook. Trui is van Guts & Gusto. En mijn broek is van Mango. En ik heb hem in een hele grote maat gekocht. Zodat hij lekker baggy is en lang. Love it. En dan ga ik er nog sneakers onderaan doen. Ik heb dus echt gewoon geen reet te melden, jongens, met dit lockdown leven. We hebben vanochtend heel rustig aan gedaan. Ik heb gewoon stiekem een beetje uitgeslapen. Kinderen hebben een filmpje gekeken naast mij in bed. En dit is natuurlijk alweer gewoon lekkere bende. Ik had het helemaal weer opgeruimd, maar dat was te vergeefs. En nu gaan we nog even de battle aan om haren te kammen. Dat is ook altijd zo gezellig. En dan gaan we naar de supermarkt lopen, want we moeten echt even jullie uitlaten. Ik moet niet uitgelaten worden. Ja, zeker wel. Ik ben 16. Oh, ben je nu al 16? Dat gaat snel. Ja. Nou, dan ben je 18, dan kun je het huis uit. Doei! Oh nee, ik moet er niet aan denken. Kijk even wat mijn vriend mooie koffies kan maken. Oh, zo mooi. Snijboer, vind je gewoon even te poetsen daar. Wordt die mooi, Fik, de plant? Ik ben ze aan het schoonmaken, dit is mijn zuster. Dat is een? Wat is het? Oh, net als gisteren. Ah. Best wel handig. Ik kan ze niet vroeg genoeg leren. Superleuk dit lange haar. Want kammen is een feest. Wat wil je haar? Vlecht of staart? Vlecht. Maar staat hij nog aan? Je kijkt als het daar rek staat. Dan is hij nog aan. Dus je moet je nog even gedragen. Ik ga gewoon elke dag een vlogcamera op je hoofd. Als we haren kammen. Oké. Doei, dat viel mee. Hoi, slimmerd. Hi. Heb je mijn bril gestolen? Ja. Nice. Ja, bij de radar. Dan zeggen ze dat het droog is, is het van die gore miserregen. Dus Zoe, we gaan het laten nat regenen, oké? Okay? We gaan lopend. Nee. Ik heb wel de perfecte jas daarvoor trouwens. Mama. Ga ik jullie zo laten zien. En ik doe maar even mijn pet op, want anders heb ik voor niks een make-up op mijn gezicht. Mama, ik wil echt niet. Nee, want het regent en dan word ik nat. Ik wil make-up. Lam, lendig ben ik. Mijn lieve lam. Kijk jongens, dit is de jas waar ik het over heb. Het is van Agu en hij is super lekker warm. Water en winddicht. En weet je wat zo chill is? Ik gun dit alle moeders voor die ellendige schoolrun als het weer eens regent. 9 van de 10 keer hier in Nederland. Je kan er dus heel chill mee fietsen. Want je kan hem ook open ritsen hier aan de onderkant. Van de zijkant. Terwijl je nog gewoon dan droog blijft. Dan zit het als een soort van jurk, deken, slaapzak over je heen. En ik vind hem ook nog gewoon eens heel cool. Vette schoenen, man. Stijn, goed. Ja. Daar stonden we dan met ons goede gedrag. Mijn goede. Ik wil terug naar binnen. Maar we hebben wel alles voor de appeltaart. Dat dan weer wel. Ik heb me bij de Albert Heijn natuurlijk weer laten overhalen om zo'n haarband te kopen. Happy New Year. Het is klaar. Goed zo. Hij wordt mooi. Er zit ook een hartje op van Zoe. En jij hebt er... Een gezichtje op. Ja. Twee ogen en een neus. Die moet je ook even goed insmeren. Hij staat erin. Het hartje is wel een beetje uitgezakt. Maar hij is lekker. Jongens, ik had dus nog zo een balans al gepland. Nu hebben we dus en een appeltaart gebakken. En we gaan snackbar eten. Ik kom als een rollade uit deze lockdown. Zoe. Is hij lekker? Ja? Goed zo. Die kerstjongen, die hakt erin. Ik ben er steeds moe van. Jij?
Bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Volgende week heb ik super leuk nieuws. Althans, vind ik. Vinden wij, hè? Wat is het dan? Ja, spannend. Mag ik het weten? To be continued.